Vandaag ga ik weer een vraag behandelen die wij de afgelopen dagen heel veel hebben gekregen. En de mensen vroegen aan ons of we een remedie of misschien een drankje hebben wat je kan helpen tegen migraine en hele erge hoofdpijn. Nu ben ik even op internet gaan zoeken voor jullie en ik ben op een tip gekomen die ik heb uitgeprobeerd en die voor mij persoonlijk heel goed werkte. Daarom heb ik ook besloten om het met jullie allemaal te delen. Wat je hiervoor nodig hebt: 2 citroenen, een heel klein beetje zout. Doe niet te veel, want daar wordt het drankje natuurlijk ook niet lekkerder op. En wat heel goed is natuurlijk, water. Dit zijn alle 3 de dingen die je nodig hebt. En ik zal het gelijk even voor jullie toelichten. Het water is natuurlijk voor de vochtbalans. Er wordt heel vaak gezegd dat als je hoofdpijn hebt of je niet zo lekker voelt, drink genoeg water. En dat kan ik alleen maar beamen. Dus het water is voor de vochtbalans. Citroenen zijn van nature een hele goede bron voor vitamine C. Dat is iets wat we allemaal op dagelijkse basis nodig hebben. Daarom wordt er ook altijd aangeraden om elke dag een stukje fruit te eten. Ook zitten er elektrolyten in. Voor degenen die dat niet weten, zou ik zeggen, google het even. Dan vind je een hele handige en volledige uitleg. Het zout daarentegen is voor de mineraalbalans. Je doet gewoon eerst een beetje water in het glas. Pak je een zeefje, want je wil natuurlijk niet dat pitjes van de citroen in het drankje blijven zitten. En dat knijp je gewoon mooi uit. En wat misschien goed is om te doen, is om een beetje lauw warm water te pakken. De reden hiervoor is dat het zout makkelijker oplost in warm water. Je wil natuurlijk niet dat het zout aan het onderkant van, het glas blijft zitten. Doe gewoon het zout erin. Ik ga nu even proeven hoe het smaakt. Mijn advies is, als je last hebt van migraine, drink het voor het slapen gaan. Je kan er misschien nog een aspirintje bij nemen. En probeer het ook zo snel mogelijk op te drinken. Dan worden namelijk de werkzame stoffen sneller opgenomen in het lichaam. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, vies is anders. Het heeft wat weg van een sportdrankje dat je wel eens neemt na het sporten. Alleen iets zouter. Probeer het, als je last van hebt natuurlijk. Laat weten in de reacties wat je ervan vond en of het heeft geholpen. Geef even een duimpje omhoog en vergeet je hier linksonder zeker niet te abonneren. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig!